Er wordt wel eens gezegd, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. En wat wordt er met dat gezegde bedoeld? Nou, als de Heere gaat werken in wat voor omgeving, in wat voor land of plaats het ook zal zijn, dan moet je er maar op rekenen, dan komt er tegenstand, dan komt er weerstand. Niet alleen in de bouw van de gemeente, maar juist ook bij de gemeenteleden. Als je als christen wil leven, als een oprecht christen, en wat is een oprecht christen? Nou, iemand die leeft naar het woord van God. Als je daarna wil leven, dan krijg je zeker en vast, krijg je tegenstand. Als je dat nooit hebt, moet je jezelf maar eens onderzoeken. Het werk van God, dat wil de duivel niets anders dan het alleen maar afbreken en het verwoesten. Maar hoe kan je dan staande blijven? 2 weken geleden bij de nabespreking was het een vraag. Gladys die vroeg dat volgens mij, van hoe kan je nou staande blijven als je in een wereld leeft om je heen met onkerkelijk, met mensen die er een hekel aan hebben, mensen die vijandig zijn. Hoe kan je dan staande blijven? Nou, die omstandigheden waren er ook precies het geval bij die jonge gemeente in Jeruzalem. Na de Pinksterfeest, dat de geest is uitgestort, gaan de apostelen uit om te verkondigen. Ze worden gevangen genomen, er komt weerstand. En uiteindelijk worden ze weer vrijgelaten, we zullen het zo nog wel kort horen. En wat doet die gemeente dan als ze terugkomen? Nou, daar willen we vanmorgen bij stilstaan, ons tot troost. Om ons te bemoedigen. Om te leren hoe we kunnen staande blijven in moeilijke omstandigheden. We willen dat overdenken aan de hand van het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4. En we lezen alleen nog een keertje de versen 23 en 24, het eerste stukje. En daar lezen we Gods woord en als zij, dat zijn Petrus en Johannes, die voor het Sanhedrin werden vastgehouden, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunne, dus tot de andere apostelen en de gemeente. En wat doen ze? En verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze, de gemeente, de andere apostelen, dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op. Tot God, zover onze tekst. We willen onder deze woorden en het verband schrijven het gebed van de gemeente in Jeruzalem. Het gebed van de gemeente in Jeruzalem. We letten op 2 dingen. Allereerst het fundament van dat gebed, dus waar rust dat gebed op, waar wordt dat gebed op gelegd, waar staat het op. En het tweede, het buigen en de verhoring op dat gebed. Dus het gebed van de gemeente in Jeruzalem. 1. Het fundament van het gebed. En 2. Het buigen en de verhoring op dat gebed. Als ik aan u zou vragen, wat wil de duivel absoluut niet? Wat wil de duivel absoluut niet? Dat is eigenlijk maar 1 ding. Dat de naam van de Heere Jezus verkondigd wordt in deze wereld. Want hij weet, Handelingen 4 vers 12, dat die naam onder de mensen gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. En als hij je nou 1 ding niet gunt, is het de zaligheid. En wat hij je toewenst is de rampzaligheid. Zo is de duivel. En hij doet er alles aan om dat verkondigen van die naam te voorkomen. Toen al, bij die gemeente daar in Jeruzalem, maar ook nu nog. En bij die gemeente in Jeruzalem, daar hebben we het gehoord in de voorgaande keren. En kunnen we dat lezen in de voorgaande gedeelte, wat die verkondiging van die naam uitwerkt in de harten van de hoorders. Denk maar aan de preek van Petrus op de Pinksterdag. 3000 op 1 preek. En denk maar aan de verkondiging dat die kreupele man bij de Schone Poort is genezen. 5000 op die ene verkondiging.
En dat is nou precies wat de duivel niet wil. En wat doet hij dan? Nou, hij gaat mensen inzetten. Mensen waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten. Het zijn kerkmensen. Het Sanhedrin, de mensen, de leiders van het volk, fariseeën, schriftgeleerde priesters, die weten wat er in de schriften staat, die de Bijbel kennen, en die gaat hij inzetten. Nee, nu niet om de Heer Jezus gevangen te nemen, net zoals toen voor zijn kruisiging, want hij is niet meer op de aarde, hij is opgevaren naar de hemel, nee. Nou gaat hij gevangen nemen degene die bij de Heer Jezus, bij Christus horen. Christenen. Nou, weer zo'n belangrijke vraag. Bent u een christen? Ik vraag niet of u christelijk gedraagt, want dat doet u wel. Maar of u een christen bent. Dat wil zeggen dat Christus door zijn geest in je hart woont. En dan vanuit je hart ga je christelijk leven. Nou, dat deden die mensen daar in Jeruzalem. Dat was hoorbaar, dat was zichtbaar. En de apostelen, die verkondigden dat ook. En wat was het doel uiteindelijk? Als de duivel de apostelen gevangen laat nemen, nou kijkt u maar mee in vers 18. Dat zij ganselijk, dat ze helemaal niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Ziet u het? Daar hebt u het. Dat wil de duivel niet. Dat wil hij ten alle tijden voorkomen. En wat doen de apostelen dan? Zeggen ze, ja, je moet wel naar de kerk luisteren, hè? Want tenslotte was dat de toenmalige kerk. Nee, dat doen ze niet, want ook de kerk moet naar het woord van God spreken en handelen. En wat zeggen de apostelen, vers 20 of vers 19? Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot het Sanhedrin, tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God? U lieden meer te horen dan God, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Ze kunnen niet zwijgen. En dan komt de ware aard van de kerk, tussen aanhalingstekens, komt naar boven, vers 21. Maar zij dreigde nog meer. Dan gaan ze bedreigingen uiten. Oh, als jullie bezig blijven, wacht maar. We hebben nu alleen maar met elkaar gesproken, maar dan zullen we, nou, en vult u het zelf maar in. Maar ja, ze hebben eigenlijk niets. En daarom lezen we ook in vers 21, niets vindende hoe ze hen straffen zouden. En ze zagen ook wel het volk, hoe die reageerde op de preek, die 5000 en alle anderen. Want die verheerlijkte alle God over hetgeen dat er gebeurd was. De genezing van die kreupele man, die al 40 jaar lang kreupel is geweest. Maar nu door de Heere is genezen. En dan komen we bij het gedeelte wat centraal staat vandaag. Vers 23. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Wat doen Petrus en Johannes? Weet je, soms moet je wel eens lezen wat er niet staat. Weet je wat ze niet doen? Ze klagen niet. Ze zeggen niet, oh, 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 wat is het toch erg om de Heere te dienen. Want jongen, dan word je aangevallen, dan word je gevangen genomen en dan word je verhoord. En de kerk die gooi je er als het ware uit. Dat doen ze niet. Nee, ze verkondigen, ze vertellen wat er allemaal gebeurd is. Wat er gezegd is door het Sanhedrin. Maar ongetwijfeld hebben ze ook gezegd wat zij daarop hebben geantwoord. Dat ze God meer moeten gehoorzamen dan wat zij daar gezegd hebben in het Sanhedrin. En dat ze niet gevangen gehouden konden worden. Met andere woorden zeggen ze eigenlijk tegen die gemeente. En vanmorgen tegen u en tegen jou en tegen mij.
Mensen kunnen je heel veel aandoen en dan denk je vaak van buiten de kerk. Maar dat kan ook best in de kerk zijn. Die dingen tegen je zeggen, uiterst rechtzinnig, maar ook uiterst zonder God. De uiterlijke godsdienst, niet het ware. Raak niet aan, proef niet, smaak niet enzovoort. Ze weten precies hoe en wat. Maar het is allemaal zonder de Here. En nu zeggen de apostelen als het ware tegen die jonge gemeente daar, om ze moed te schenken. Van mensen kun je alles verwachten wat je schrik aanjaagt, wat je angst aanjaagt. En wij mogen hier gelukkig nog in vrijheid onder het woord komen. Hoe anders kan dat worden? Hoe anders kan het in India worden? Als we de uitslag van de verkiezingen zien, welke kant het opgaat. Hoe moeilijk kan het ook voor Alice en Prempal worden straks in India? Maar dan mogen ze moed ontvangen. Waarom? Want God die staat boven alles. Want hoewel het Sanhedrin hen gevangen zou willen houden, hoewel het Sanhedrin hen zou willen straffen, ze kunnen het niet. Omdat de Heere regeert. Hij zorgt voor zijn kinderen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat nu ze vrij zijn, die bedreiging ook weg is. Want reken maar dat het Sanhedrin aan het nadenken is gegaan. Hoe kunnen we deze lui te pakken nemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze zwijgen over Jezus? En misschien in uw leven ook wel. Probeert je het zwijgen op te leggen. Moedeloos te maken. Hoe kan ik staande blijven in deze wereld? En de aanvallen van de duivel van binnen je eigen hart, die de andere kant op wil dan dat de Heere wil. En de duivel die komt erbij en die zegt tegen jij een kind van God, je zou er moedeloos van worden. Je weet het niet meer. Wat moet je dan doen? Nou, net als die gemeente daar in Jeruzalem. Want wat doen ze? Vers 24, het eerste stukje. En als deze dat hoorden, hieven ze eendrachtiglijk, dus ze waren één met z'n allen, hun stem op tot God. Wat doen ze? Heel eenvoudig gezegd, ze bidden. Ze vouwen hun handen en ze roepen hun God aan. Ze vluchten tot God met de dreiging die er is, met de nood in hun leven. En laat dat in uw leven ook zomaar zijn. Als die nood in uw leven komt, laat het een prikkel zijn. Je aanzetten om met die nood naar de Here te gaan, om de hulp van Hem in te roepen. Welzalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dan kom je niet en nooit beschaamd uit, echt niet. De dichter die zingt het, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En zo roept die gemeente de Here aan. En waarin roepen ze hem aan? In zijn almacht. En zo mogen wij dat ook doen, de Here aanroepen in zijn almacht. Kijk maar mee, vers 24, Here. U bent de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Ze zeggen als het ware, u bent de Almachtige. U hebt toch alles geschapen? U onderhoudt toch alles? U regeert toch? Heere, wil uw almachtige hand ook gebruiken in onze omstandigheden? Dat kan je ook lezen in het boek van de profeten. De profeten doen dat regelmatig. Dat ze het volk Israël wijzen op de almacht van God om ze te troosten als ze het niet meer zien zitten. Als ze bang zijn voor de vijanden. En daarbij wijzen ze op de belofte van God die Hij gegeven heeft. De profeten pleiten daarop, wijzen het volk daarop, opdat ze daar kracht en moed
uit zouden krijgen. Die belofte van de Heere, zou ik een belofte voor u voorlezen. Exodus 14, vers 13 en 14 kunnen we dat lezen. Als het volk Israël vastloopt, uit Egypte uitgeleid, de plagen meegemaakt en dan lopen ze vast voor de Rode Zee. Achter hen de Egyptenaars, links en rechts de bergen en voor je de Rode Zee. En wat doet het volk Israël dan? Nou, ze roepen niet tot de Heere, maar ze mopperen op de Heere. Ze zeggen tegen Mozes, had ons daar maar gelaten in Egypteland, dan hadden we te eten, hadden we te drinken en nu zijn we uitgeleid om hier te sterven. En dan gaat Mozes wijzen bij het volk op de God die hen heeft uitgeleid. Want dan zegt hij, als ze daar staan voor de Rode Zee in Exodus 14, dan zegt hij in het 13e vers, doch Mozes zei tot het volk, wees niet bang, maar staat vast. Ziet het heil des Heren, dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die u heden gezien hebt, zult gij niet meer zien in der eeuwigheid. We zullen misschien niet begrepen hebben wat Mozes toen bedoelde, maar wij weten hoe het volk Israël toen het water geopend werd er doorheen kwam en toen de Egyptenaars erin gingen, het water zich weer sloot toen Mozes op bevel van de Heere zijn staf weer over het water deed. En alle vijanden werden gedood. Daarom zegt Mozes ook in dat 13e vers, gij zult ze niet wederzien in de eeuwigheid. Wat moest het volk doen, zei Mozes. Hij zegt, de Heere zal voor u strijden. En jullie moeten stil zijn. Dat is nou ook wat hier in Jeruzalem zo naar voren komt. Dat zij hun zorgen, hun noden, hun angsten bij de Heere brengen. Vertrouwend op de woorden, op de belofte van God. Want ze zeggen het in vers 25. Heere, u hebt dat toch ook zelf gezegd. U hebt toch gezegd dat u de Almachtige bent, dat u regeert, dat de heidenen van alles kunnen doen. Psalm 2 wordt hier geciteerd in vers 25. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, en dan komt het. Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Ze kijken terug naar wat de Heere gedaan heeft en wat de Heere beloofd heeft in het Oude Testament. Ze leggen als het ware de almacht van God. U bent de schepper van hemel en aarde. Leggen ze samen met de belofte, Heere, u hebt het toch beloofd dat u die almachtige God bent die uw volk zal verlossen als een fundament van hun vertrouwen, van het geloof in het gebed voor de Heere neer. Heere, u kunt het, u bent de Almachtige. En u hebt het beloofd. En dan citeren ze Psalm 2. En later komen er nog wel meer dingen, maar dat zult u straks nog wel horen. Calvijn die zegt bij dit gedeelte, als het erover gaat, wie God zo aanroept, steunend op Gods belofte en tegelijk op zijn almacht, en zeker vertrouwd, zal verhoring vinden. Dus biddend, de Heere aanroepen, steunend, wat de Heere beloofd heeft in de Bijbel, en tegelijk ziend op zijn almacht, en vertrouwend daarop het in zijn handen leggen, zegt Calvijn, die zal verhoring vinden. U zegt, ja, dat is Calvijn. Ja, maar de Heere zegt dat zelf ook. Want de Heere nodigt ons om tot hem te komen. Hij zegt in Psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. De Heer Jezus, hij heeft het gezegd, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De Heere nodigt niet alleen, maar
Maar hij is ook bereid, hij is ook machtig om zijn hulp te geven, om te verlossen uit de grootste nood die er is. Weet u welke nood dat is? Natuurlijk, dat kan ziek zijn en dat kan van alles zijn. Maar de grootste nood is dat we niet beseffen dat we zonder God zijn. En dat we zelfs niet eruit verlost willen worden. Maar Heere, u bent zo almachtig, u kunt ons verlossen. Eén woord en mijn hart gaat om. U heeft het zelf beloofd. Zo waarlijk zegt de Heere dat ik lust heb aan de dood van de goddelozen. Nee, maar daarin dat ze zich bekeren zullen en leven. En daarom breng ik ze bij de Bijbel of de Bijbel bij hen. En dat gebruik ik in hun harten. Dat is mijn belofte. Zo ben ik. Wat het ook mag zijn, in dagelijkse, in geestelijke zorgen. En leg nou vanmorgen je eigen gebed daar eens naast, bid u ook zo. En dan niet gaan, als u gebeden hebt, achterover gaan zitten van, och, mocht het staan te gebeuren, afwachten. Nee, als een indiaan op de uitkijk staan, verwachten, Heere, wat gaat u doen? Wat gaat u doen op het gebed? De Heere wijzend, gelovig, op zijn almachtige hand, op zijn belofte, hij die niet liegen kan. Zo tot hem bidden. Die gemeente daar in Jeruzalem, die bidt de Heere aan als de schepper van alle dingen. We hebben er ook van gezongen op Psalm 33 net. Alles is aan hem onderworpen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel van zijn Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er zijn wilgebied. En het wordt er stond. We mogen weten, vrienden. We mogen weten wat de wereld ook doet of probeert. Het zal hen zonder de toelating, zonder de wil van de Heere, zal het hen niet lukken. Het loopt God niet en nooit uit de hand. Wat een troost. Wat een troost. Goddeloze mensen die denken in hun hoogmoed dat ze als God zijn. Dat kan op allerlei manieren. Denk maar aan de wetenschap. Die denken dat ze alles kunnen, wat God ook kan. Denk maar aan de wereldleiders, Poetin bijvoorbeeld. Maar ook Biden en de anderen. Ze denken dat ze als God kunnen regeren. Maar ze zijn in de handen van de Heere helemaal niets. Als de Heere zegt, de adem van Poetin stopt, is Poetin weg. Met alles wat hij maar bedacht en wil. Is er niets meer van over dan een hoopje stof. Meer niet. Daarom moeten we ook maar niet te bang zijn. Maar ermee naar onze almachtige God gaan. En het aan zijn voeten neerleggen. Maar ook wij kunnen wel op een bepaalde manier zo doen of niet. Als je zit te bidden en dan wil je de Heere zijn wil opleggen. We zeggen nog net niet van, u moet dit maar doen, maar eigenlijk vinden we dat de Heer het wel moet doen. Dat we eigenlijk toch wel, dat de Heer voor ons aan de slag moet gaan. We beseffen niet wie we zelf zijn. Door de zonde, los van God, onze eigen weg gegaan. Weet u, als we zo bidden, dan ben je net als een stukje klei wat tegen een pottenbakker zich verzet. Die pottenbakker gaat een potje maken en die klei gaat weer anders zitten. Dat kan natuurlijk niet, dat snap u wel, maar dat kunnen wij wel doen. Want wij zijn geen klei. Wij kunnen ons wel verzetten tegen de Heere. Maar nu, net als in Jeruzalem, gelovig, weten, vertrouwen, dat God in alle moeite, gevaren, pijn, verdriet, dreigingen kan helpen, omdat Hij alles in de hand heeft. Hoe groot dat die omstandigheden, hoe moeilijk dat ze ook kunnen zijn. Hoe heftig de vijand ook is. Nou, denkt u maar bijvoorbeeld aan Gideon. Mochten er maar 300 overblijven, gaat natuurlijk nooit lukken. Jawel.
Want God de Heere regeert. Hij heeft ze in de hand van Gideon, van die 300 mannen, gegeven. Het kan ook in je hart zo zijn dat die strijd zo hevig is, dat de duivel tekeer gaat, dat je weet het niet meer. Weet dan, de almacht van God is altijd groter. Zijn almachtige hand, zijn wil, zijn besturing. Wilt u een praktisch voorbeeld? Nou, daar staat daar die grote Goliath en die kleine David. En die Goliath maar tekeer gaan. Ja, die denkt dat hij als God is. En dan bestuurt de Heere een steentje uit een slinger. Die bestuurt de Heere. En die grote Goliath wordt geveld. Omdat de almachtige hand van God zelfs over kleine steentjes gaat. Zult u nooit denken dat uw vragen, uw dingen te klein zijn voor de Heere? Ook dat is niet het geval. Want zelfs het steentje in de hand van David, gelovig geworpen, vertrouwend op Gods almacht, velt de reus Goliath. En zo bestuurt hij, na zijn belofte, in zijn almacht, alle dingen in de hemel en op de aarde, ja zelfs in uw en jouw en mijn hart. De profeet Ezechiël die zegt daarover in hoofdstuk 11, in vers 19. Daar zegt de profeet over deze dingen: Deze stad zal uw lieden niet tot een pot zijn en gij zult in het midden dezelfde niet tot vlees. En dit is niet het gedeelte wat ik bedoel. De profeet Ezechiël die zegt in, als het gaat over de harten van mensen, dat de Heere daarin zijn almachtige kracht niet alleen kan, maar ook wil betonen. En ik zal hun, zegt hij, een enelei hart, een nieuwe geest in het binnenste van hen geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees nemen en ik zal een vlezen hart geven. Met andere woorden, ik zal de Almachtige, ik geef ze, ik doe het. Waarom doet de Heere dat? Daar staat er ook achter. Opdat zij wandelen in mijn inzetting, in mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Die grote God die alles heeft geschapen, wil dat kleine hartje van u zien. En van mij en van jou. En daarin werken. Opdat we zijn volk zouden worden. Daarom kan iedereen vanmorgen een kind van God worden. Wie het ook is. Want zijn almachtige hand, na zijn belofte, zal hij dat doen. Dat doet de dichter zingen, wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Maar het gebed daar in Jeruzalem van die jonge gemeente leert ons nog iets. Iets wat ook wel belangrijk is. En wat is dat? Dat is onze tweede gedachte, het buigen en de verhoring op dat gebed. Als je dit gebed doorleest, wat we samen zojuist hebben gelezen, dan valt er iets op. En misschien is die ook wel opgevallen. Nou, wat valt er dan op? Dat die gemeenten daar niets anders vragen dan wat God beloofd heeft dat hij doen zal. U zegt, is dat zo bijzonder? Ja. Zij vragen aan de Heere alleen maar, Heere, u hebt dat beloofd en wilt u het daarom doen? Met andere woorden, ze leggen alles in de handen van God. En eigenlijk zonder dat ze het letterlijk zeggen, zeggen ze daarbij, u wil geschieden. Ze laten het aan de Heere over. Dus met andere woorden, ze vertrouwden op zijn almacht, geloofden zijn belofte die hij gegeven had. En nu voegen ze daar als het ware Gods wil nog bij. Je hoort als het ware het Onze Vader terug.
Dat voegen ze erbij. En zo leggen ze alles in de handen van God. Kijkt u maar mee in vers 25, het tweede stukje in vers 26. Want dan gaan ze die dingen noemen. Heere, gij zij de God die gemaakt hebt, de hemel, nee, vers 25, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn tezamen opgestaan en de oogsten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Wat zeggen ze hier eigenlijk? Ze zeggen hier eigenlijk, Heere, wat er gebeurt is allemaal naar uw wil. Dat is allemaal wat er gebeurt, is wat u hebt laten voorzeggen. In Psalm 2 staat het al, maar ook in de profeten kunnen we dat lezen, Jesaja. Als het gaat over Jesaja 53, het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan zeggen ze eigenlijk, ze vatten het samen, al die dingen die voorzegd zijn, die ook gebeurd zijn, Heere, ze zijn allemaal naar uw wil. En het is allemaal de strijd tegen uw kind Jezus. Hij die u toch zelf gegeven hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Hij die beloofd heeft dat hij ons niet zal begeven en verlaten. En daarom wacht de wereld tevergeefs op de ondergang van het christendom. Het zal ze nooit lukken om het christendom van de aarde weg te vagen, laat staan de Christus. Maar door hem zal het allemaal gelukken, gelukkiglijk voortgang vinden. Als je vers 25b en dat het tweede stukje en vers 26 leest, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hier spot de Heilige Geest een beetje met al die belachelijke woede van de wereld. Dat ze het wagen om het kind Jezus aan te vallen en dat ze nog denken dat het nog nut zal hebben ook. Want het staat vast door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij regeert en dat is de troost van die gemeente daar in Jeruzalem. Niet een dode, maar een levende Jezus, een levende God die ze aan hun zijde hebben. En niets kan hen schaden. En niets kan hen scheiden van de liefde van God die er is in Jezus Christus. Niets hoeft ons bang te maken in deze wereld. Als we bij hem horen, maar dat is een belangrijke vraag. Als we door het geloof aan hem verbonden zijn. Ach, dan kunnen ze je lichaam doden. Maar meer kunnen ze niet. Je eeuwige ziel, daar kunnen ze niet aankomen. Die ligt vast in de handen van hem die doorboord zijn. En door het geloof aan u verbonden zijn, u die gelooft. De volken kunnen eigenlijk niets anders, zegt hier het gedeelte, dan ijdele dingen bedenken. Ijdel, dat wil zeggen leeg, leegheid, lucht. Het is eigenlijk helemaal niets. Inhoudloze dingen tegen de Almachtige. Het zal nooit lukken. Maar weet u, dat komt ook wel heel dichtbij. Bezighouden met inhoudloze dingen en proberen de Almachtige een beetje opzij te schuiven. Of als het woordje raakt, het met geweld als het ware uitbannen. Ik wil niet onrustig worden en ik wil er niet over nadenken. Want ja, ik wil nog zoveel leuke dingen doen in de wereld. En ik wil nog zo genieten en pluk de dag en dat soort dingen allemaal. En het is ijdel, leeg, lucht. En je gaat het verliezen, echt waar. Je gaat het verliezen. Want de Heer Jezus die gebruikt het zwaard van het woord. Waarom? Nou, om al die eigen dingen als het ware dood te slaan. Dat je niks meer in je handen hebt. Zodat je hem nodig krijgt.
Hij slaat je oude leven dood door zijn woord en door zijn geest. Waarom? Om je een nieuw leven te geven. Hij doet dat niet om te slaan. Hij doet dat niet om te doden, maar hij doet dat om het leven te geven. Een leven gericht op de Heere, een leven met de Heere. Hoe noemt de Bijbel dat? Wederom geboren worden. Door woord en door geest. En daar zit het probleem. Dat is nou precies wat we eigenlijk niet willen. Daar verzetten we ons tegen. De wereld niet. Kerkmens die uiterlijk alleen maar godsdienstig is, wil daar ook niet van weten. Ze worden ook genoemd in dat gebed hier. Vers 27, kijk maar mee. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, daar komen ze, de wereld, Herodes en Pontius Pilatus, met de rest, de heidenen allemaal, en zelfs vanuit de kerk, de volken Israëls, mensen die het weten. Ze zijn vergaderd, ze wil zeggen, samen strijden ze tegen uw heilig kind Jezus. Zult u het goed onthouden? Dat als u blijft weerstand bieden, als u blijft verharden, dan strijd je tegen het heilig kind Jezus. En daarom tegen God. Zolang wij hem verwerpen, verwerpen we God zelf. Want hij heeft zijn eigen zoon gegeven. De Heer Jezus heeft het trouwens zelf gezegd. Wie de zoon niet eert, die eert de vader niet. En ik weet hoor, er zijn mensen die zeggen, nee, ik strijd niet tegen de Heere en ze uiterlijk is allemaal netjes en... Maar één ding doen ze niet. Dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus omarmen, aannemen door het geloof. Dat doen ze niet. Waarom niet? Ja, dan moet je erkennen dat je zelf niets hebt. Dat je lege handen hebt. En dat je alleen maar zonde hebt aan te bieden aan de Heere en verder helemaal niets. Je kan het niet eens. En kind van God vanmorgen, laat het je vanmorgen ook vertroosten en versterken. Wat er ook gebeurt, welke omstandigheden het ook zijn, God is altijd sterker en altijd groter. Groter dan Herodes. Groter dan Pontius Pilatus. Groter dan al de heidenen en groter dan al de kerkmensen zonder God. Hoe het ook zal gaan. Want de Heere zegt niet dat het altijd voor de wind zal gaan. Die christenen zijn er ook, maar dat is niet waar. Heb je de Bijbel niet aan je kant? Maar hoe het ook zal gaan, wil u een voorbeeld uit de Bijbel? Die jongelingen voor de vurige oven, daar staan ze. En dan moeten ze buigen als de muziek gaat spelen en ze doen het niet. Oven 7 keer zo warm, maar ze doen het nog niet. Wat zeggen ze tegen de koning? Koning, onze God is machtig, daar heb je het. De Almachtige. En hij kan ons verlossen. Als hij het wil. En zo niet, koning, is het ook goed. U wil geschieden. Dat is nou het leven van een christen. Het in de handen van de Heere leggen, aan hem overgeven. Zijn die jongelingen beschaamd geworden? Nou, ze kwamen zelfs in de oven terecht. En toch, ze komen eruit. Geen haren verbrand. Geen rooklucht in hun kleding zelfs. Zo zorgt God voor zijn kinderen. Wat ben je dan veilig? En die God zoekt u en jou en mij vanmorgen ook. En laat dit gedeelte voorhouden, opdat u tot hem zou komen. En bij hem uw hulp en uw heil en uw verwachting. Ja, alles zou zoeken en vinden. En dat weten ze ook heel zeker. Want ze hebben het gezegd in vers 25.
die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom hoeden de heidenen, hebben de volken ijdele dingen bedacht, de koningen der aarde zijn opgestaan, en Herodes en Pilatus en de heidenen, ze hebben de Heer Jezus gevangen genomen, en ze dachten allemaal, yes, nu hebben we gewonnen. Fout. God de Heer regeert. Wat de mens tot verwoesting heeft bedacht, heeft God tot een zegen gebruikt en omgebogen. En zo grijpen ze daar in Jeruzalem, als het ware, grijpen ze aan zich vast aan de dingen die voorzegd zijn en die zijn uitgekomen. Zult u het ook doen? Lees maar terug in de Bijbel. Zoek maar één belofte op die de Heere niet nakomt. Eén woord wat hij niet vervult. U zult het niet vinden, behalve Openbaring, wat nog vervuld moet worden. Een stuk daarvan. Maar al die dingen in het Oude Testament, de Heere heeft ze allemaal vervuld. Het is allemaal, vers 28, naar de hand en raad, door de Heere van tevoren bepaald, wat er dat het gebeuren zal. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Wat ben je veilig bij die God. Als je daar je dagelijkse nood, maar vooral je eeuwige ziel mag neerleggen. En niemand zal ze meer uit zijn hand kunnen rukken. Ze zijn veilig bij hem in de hemel bewaard. In doorboorde handen van de Zoon die daar nu is. Tegen uw heilig kind Jezus, staat twee keer in dit stukje. Eigenlijk staat er in het Grieks het woord dat betekent knecht. Tegen uw knecht Jezus. En dan ga je gedachten als het ware vanzelf gelijk naar Jesaja toe, de lijdende knecht des Heren. Heren, het is alles gericht tegen hem. Die gekomen is om zijn werk te doen. Wat is dat werk? Het zalig maken van zondaren. En dat alles en alleen, vers 28, naar de wil en raad van de Heere, om wie u bent. Is dan alles gelijk opgelost? Zijn de omstandigheden anders daar in Jeruzalem? Nee, de dreiging is er nog steeds. En ze vragen ook aan de Heere, Heere, wil u ons daar dan bij helpen, dat we mogen weten dat u er bent? Vers 29. Zie dan, Heere, op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ze weten wel, als het van hen moet komen, in hun eigen kracht, nee. Maar Heere, geeft u dat dan, wat ze nodig hebben. En wilt u het laten merken dat u er bent? Vers 30. Daarin dat u hand uitstrekt tot genezing. Dat tekenen en wonderen geschieden. Hoe? Door de naam van uw heilig kind Jezus. Heere, wilt u dan zo voor ons zorgen? En laten zien dat u er bent. Dan mag je ook nu nog bidden, hè? Wilt u laten ervaren dat u er bent, Heere? Laat u het zien in de omstandigheden dat u er bent. En Heere, ik ben zo zwak, maar wilt u mij de kracht geven? Heere, ik ben zo bang, geeft u mij de moed? Heere, ik heb geen woorden, wil u ze geven? Dat doet de Heere, echt, doet hij. Als je het niet weet wat je moet zeggen, dan weet hij het. En als je niet kan bidden... dan zendt de Heere zijn geest die je doet zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. En een zucht kan ook al een gebed zijn. Woordeloos, Heere. En de Heere ziet je hart. En dan hoef je geen woord meer te zeggen. En dan wil hij op zo'n gebed, die het in alles en alleen van hem verwacht, zijn almachtige hand, zijn belofte, naar zijn wil hij horen. Net zoals in de schriften
Alles is vervuld. De beloften zijn vervuld. En als je nou liever doorgaat hè, in een makkelijk leven zonder God en je leven een beetje raak. Het zal mijn tijd wel duren. Hè. Je weet trouwens niet hoeveel tijd je nog hebt. Misschien zijn de laatste uren nu bezig. Ik hoop het niet, maar het kan. Wat dan? Nou, dan ook, zal ook Gods woord aan u, aan jou, vervuld worden. Want de schrift zegt dat hij wederkomt op de wolken van de hemel. Om te oordelen de levenden en de doden. Dat moet nog vervuld worden. Maar zo zeker als alles vervuld is in het Oude Testament, zal ook dit nog vervuld worden. Want ik hoop dat u bent zoals die mensen in Jeruzalem. Hoe dan? Nou, ze kunnen niet zwijgen over de Here. Iedereen moet het weten. Iedereen moet hem leren kennen. En daarom vragen ze aan de Here of die vrijmoedigheid er mag zijn om te spreken. En of de Here het wil bevestigen met zijn tekenen en zijn wonderen. Waarom? Om dat heilig kind Jezus te verheerlijken, groot te maken. De knecht van de Here, zijn werk, zijn offer. En dan komt het weer heel dichtbij. Want elke zondag wordt het werk van de knecht des Heren aan u verkondigd. En als het niet zo is, mag u tegen me zeggen. Elke zondag wordt de Christus van de Schriften u aangeboden. Hij roept je, komt herwaarts terug tot mij, die vermoeid en belast zijt. Iedere zondag wordt tegen u gezegd dat hij onmisbaar is, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor we zalig moeten worden. Hebt u hem al nodig gekregen? Wat is uw antwoord tot op dit moment geweest op zijn stem, op zijn nodiging, op zijn roepen? Of strijd je nog tegen het evangelie van de gekruisigde Christus. Daar in Jeruzalem wordt het gebed verhoord. Vers 31. De plaats werd bewogen. Er staat dat het golfde als het ware. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord van God. Met vrijmoedigheid. Wat er ook zou gebeuren. Of dat ze nou ook gevangen genomen werden. Misschien wel gedood. Niets kan hun mond meer dicht houden. Ze spreken met vrijmoedigheid. En dan gaan we zo naar huis toe. In die gemeente wordt het helemaal trouwens merkbaar. We hebben het laatste gedeelte ook gelezen. Ze werden één van hart en één van ziel. Allemaal verbonden. Door diezelfde geest. Aan Christus. Wat een vraag, hè, voor Merksem, hè. Allemaal verbonden door Gods geest aan Christus. Wat kan je daar naar uitzien? Wat kan je daarna verlangen? Om dan straks hem eeuwig groot te mogen maken. Laat het woord van morgen ons versterken en bemoedigen. Die almachtige God, die niet alleen kan, maar ook wil en ook zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. De knecht Jezus. Eén woord. En de storm wordt het zwijgen opgelegd. De golven worden helemaal vlak. Eén woord in je hart. En de storm moet gaan liggen. Weet u, de dichter van Psalm 130, laten we daarmee mee gaan eindigen. Die zingt daar ook van, Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden
gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Amen.